2015. Het jaar voor 2016. Het jaar na 2014. 3 jaar voor 2018. We waren overal bij. Op de baan en op de wei. Met veel wil en dank als 1000 liter drank gevuld. 12 maanden klank. Alleen voor jou. Soms stond het jaar in brand. Een teken aan de wand. Als een SOA aan je hand na een rare one-night stand. You made us 2015. You made us Stu Bru. Thank you. Life is music. Luisteraars van Studio Brussel vertrokken afgelopen zaterdag met de bus op snowboardreis. Door een fout ingestelde GPS reed de buschauffeur niets vermoedend richting Spaanse Pyreneeën. Nabij Toulouse werd de vergissing vastgesteld en maakte de bus van Heidebloem rechtsomkeer. Ik zit in het Maximiliaanpark in Brussel. Een van de mensen die het meest indruk op mij heeft gemaakt vandaag was Ahmed. Toen ik hem vroeg wat hij het meeste miste van allemaal, was het heel duidelijk. Dat waren zijn kinderen. Ik heb een fantastische tijd gehad op Studio Brussel. Ik heb daar zo over zitten nadenken van ik zou nog een nummertje willen draaien. Het enige dat ik kon bedenken, a big, big love. Dat is het gevoel dat ik zelf ga overhouden aan al die jaren Studio Brussel. We waren ongelooflijk dankbaar dat we niet op die plekken waren waar het gebeurd is. Am I speaking to Ryan Gosling himself? Ryan, how are you? I'm blushing. I'm speaking to like the dream of every Belgian girl. Wie is de baas thuis? Jij of Thomas? Wat denkt hij? Het is gelukt! Ik denk dat er nog wat werk is aan je software, Siri. Je bent een rosse kakhoer. Bam! Trixie Whitley, live in New York. Foo Fighters komt niet naar Rockwerchter. Politiek en religie verdeeld, muziek verenigd. Goed nieuws, mijn ticket voor Tomorrowland is aangekomen. Gaan we samen kijken? Als je daar zo op dat podium staat van Tomorrowland, en hoe ziet het er eigenlijk uit daar op het podium? En wel heel mooi, alle mensen zien dansen. Pukkelpop, het was een feestelijke editie. Het was pure emotie. Wie weet ben jij erbij op News for Life. De actie bracht een pak geld op en was meteen een voorzet voor de jaarlijkse benefiet Music for Life. Papa is gestorven aan longkanker. Ik moet er een beetje van huilen, maar dat is stom dat ik sta te huilen. Want dat is jullie papa natuurlijk. 5.102.730 euro. U mag trots zijn op uzelf.